Maar de wet heeft hier een andere visie op. Welkom bij Jongeren en Zo. Een nieuw jongerenprogramma van BNN die kritisch naar de maatschappij kijkt. Vandaag gaan we het hebben over normen van het gedrag. Wat zijn nou eigenlijk normen en waarden? Normen zijn gedragsregels en hebben vaak te maken met wetten en regels. Vroeger waren er andere wetten dan nu. Ze zijn tijdgebonden, ook zijn ze situatie- en subcultuurgebonden. Waarden zijn meer de ongeschreven regels. Ze zijn niet gebonden aan tijd. Wat is nou precies de norm die bepaalt wat normaal is en wat juist niet? En welk gedrag moeten jongeren vertonen om ook daadwerkelijk van die norm af te wijken? Laten we op onderzoek uitgaan. Wat vindt Tilburg? Mensen die dingen kapot maken. Tonen, wat vind je asociaal gedrag? In de stad. Als iets op de grond gooien of zeg maar. Ja, als de vuilnis op de grond gooien. Ja. En wat vind je van jongeren die met een mobieltje lopen? Met harde muziek? Wat vind je daarvan? Nou, maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Nee? Heb je zelf geen last van? Nee, eigenlijk niet. En wat vind je van graffiti? Ja, soms is het wel mooi, bijvoorbeeld een oud gebouw, maar niet op een nieuw gebouw. Wat beschouwt je als normen van het gedrag hier in de binnenstad van Tilburg? De schreeuwende jongeren die hier over straat ladder zat, heel de buurt wakker maken, dat ze eigenlijk niet beseffen dat hier gewoon mensen wonen. Mm-hmm. En dat vind ik vrij asociaal. Ik bedoel, natuurlijk heb je plezier als je wat alcohol op hebt, maar hou dan in ieder geval wel rekening mee met de bewoners. Nou ja, geweld natuurlijk. Dat is echt norm afwijkend. Of mensen die ineens schelden als je er per ongeluk tegenaan loopt. Wat dan ook. Gewoon, ja. Mensen troep op straat gooien, daar heb ik echt een hekel aan. Ja? Want dat is niet goed voor het milieu natuurlijk. Mm-hmm. En dan heb je ook mensen die dan heel hard de telefoon aan hebben staan met een liedje. Ja, en, dat vind je ook norm afwijkend? Nou ja, norm afwijkend. Het is wel leuk om muziek te horen, maar of iedereen daar dan van mee moet kunnen genieten en luisteren, dat weet ik niet. Met muziek, dat is jeugd. Ja. Hoe kunnen we niet? Oké. Hey jongen, alles goed? Snap ik. Oh, jongen. Gisteren luister. Half fles wodka op, tast jongen, en ik ga de stad in daar, zo dronken als wel met iedereen. Kom ik de ene vrouw tegen, weet niet, die nou die vriend heeft, die slet. Toen met Tony en zo de stad ingerold. Nee, man, niet naar de keul, naar de studio. Voor de ene vrouwke, die jongen, weet niet, met die dikke tieten. Ja, ik heb hem in huis genomen, ja, wat dan? Ontbijtje? Nee jongen, om 6 uur zegt nou het huis uit. Nee man, laat dan niet bij mij slapen, hoe is het nou? Net ben ik een jointje gaan roken met Donor. Even opgebeld. Of niet al? Ja, ik zit nou te kijken.
Eindhoven, daar heb ik feesten nog. Ja jongen, vanavond gewoon weer los, weer een ander vrouwke. Dat komt helemaal goed jongen. En met jou, heb jij de ene vrouwke nog geschept, ja? Snap ik, playboy. Kanker, ja jongen, oh man. Ja, hoi, met mij. Ja, ja, die ja ik wou even zeggen, ik heb ontzettend last van vaginale krampen. Ja. Of... Ja, als ik op mijn ene bil zit, dan is het minder als op mijn andere bil. Maar die vaginale krampen, het is gewoon schrikkelijk. Wat doe ik daar nou tegen? Wacht even, man. Niet te geloven. Ja, ik weet niet. Echt, Ook wat hij over zijn moeder zei, ik bedoel ja, dat en een kleine dwerg die dan een liter whisky gaat drinken, ik vind het een beetje grootspraak en ja, iedereen doet zijn dingetjes en hoe onze vrienden praten is oké, maar houd het lekker voor je of ja, ga niet, dan niet in de trein dan. Niet in het openbaar, nee, dat vind ik gewoon schande en dan nog zo'n toon en dan met zo'n accent en dan zo hard, nee, vond ik... En kreeg je de reactie van de vrouw dat ze geïrriteerd wegliep? Ja, zeker. Ja, als hij nog een keer had gebeld, dan was ik wel even wat gaan zeggen, ja, want... Ja. In ieder geval verzacht dan. Ja. Respectloos. Bellen in de trein. Ik vind het persoonlijk geen probleem. Maar zet dan in ieder geval je geluid uit. Of praat niet zo hard. We staan hier op Tilburg Centraal. En we gaan aan de mensen hier vragen wat hun beschouwen als norm of wijkend gedrag. Nee, wat vind jij norm of wijkend? Welk gedrag? Ja, slopen. Krijg je ervan naast ProRail niet zijn best doet, hè? En wat vind je van bellen in de trein? Vind je dat kunnen? Ja, waarom niet? Ja. Als het maar niet te hard is. Asociaal vind ik wat heel veel gebeurt. Ja. Wat heel veel gebeurt is, nou, dan heb ik het over drugs, wiet, hash, dat ze dat in de trein draaien. Nou, ja. Bij andere mensen vind ik dat als ze dat niet doen, doe het dan gewoon niet in de trein. Dat vind ik gewoon heel asociaal. Ja. En komt dat speciaal onder jongeren voor? Even kijken, ja. Heel veel onder jongeren. Dat, meestal het weekend. Als ze gaan feesten bijvoorbeeld. En wat vind je van bellen in de trein? Bellen in de trein, ik vind het eigenlijk gewoon normaal eigenlijk. Want dat doe je ook in de bus, dat doe je, ja, dat doe je eigenlijk overal. Ja. Daar heb ik zoiets van, ja, waarom niet? Daar heb je geen probleem mee. Nee. Als je geen respect voor anderen hebt, dan krijg je het ook niet terug. Nee. En in de trein moet je respect hebben voor anderen. Ja. Anders komen we er natuurlijk niet. Nee, klopt. En ik heb heel veel degelijk veel respect voor anderen. Ja. Jongeren en zo. Jongeren en zo. Heeft u wel eens te maken gehad met vandalisme? Ja, dat heb ik zeer zeker. Ook in de vorm van vernieling en graffiti op het pand. In principe geloof ik niet zo dat mensen gewoon maar vanuit niks gewoon maar eens even een kom aan de boel eens eventjes lekker vernielen. Er zijn altijd spullen of middelen die de remmingen wegnemen en die daarvoor zorgen dat het helemaal fout loopt. Ja. En denk je dat het erger is geworden de afgelopen jaren? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het steeds erger is geworden. Sinds dat er bepaalde groepen zijn ontstaan die ook nog een bepaalde opvoeding gekregen hebben. Dat ze dus bijvoorbeeld alles zelf uit moeten zoeken. En met name de vrijheid hoog. Ja, die heel veel vrijheid hebben. Nou, die zijn ook niet bereid meer om te luisteren. Mm-hmm. En die komen dan vaak in de problemen als ze... dreigen wel uit. Hè. En ziet u graffiti ook als norm of wijkend gedrag, graffiti spuiten? Nee, ik vind dat een onderdeel van een bepaalde straatcultuur. Het is een voortvloedsel uit de manier van leven. Ik kan me al iets bij voorstellen dat in die cultuur waar ze zich begeven, dat voor hun is een uiting van kunst is. Geloof maar niet, in mijn tijd als er een politieagent langskwam, dat ik maar iets durfde te zeggen tegen die agent. Ja. Want ik kreeg niet alleen van die agent op mijn flikken, maar ik kreeg thuis nog veel harder op mijn flikken. Ja. En daar draait het allemaal om. Mm-hmm. He, het is nu zo dat die kinderen die worden zo snel mogelijk groot. Elk kind wat hier komt, dat moet dus, dat is al uniek, want die zijn allemaal natuurlijk beter dan andere kinderen. Dat zeggen alle ouders van de kinderen, en dat is maar goed ook. Maar het is wel zo dat die kinderen allemaal voordat ze naar de lagere school gaan, eigenlijk al moeten kunnen lezen en schrijven. Want dan heb je weer een streepje voor. Ja. En ze geven de kinderen niet meer de gelegenheid om gewoon kind te zijn. En gewoon te spelen en gewoon zichzelf te ontwikkelen. Ja. Ook maar de opvoeder die begint het mee. Daar leg je de basis. Je legt, als opvoeder leg je een basis van wat goed is en wat slecht is bij de kinderen. En als je dat niet goed doet, dan kun je naderhand ook niet meer tegen die kinderen zeggen van dat is niet goed. Want uiteindelijk is het de opvoeders
opvoeden van de opvoeders. En ik weet zeker, als je dus naar de geschiedenis kijkt, waar je altijd met golfbewegingen te maken hebt, dat er zeker weer een verandering gaat komen in opvoedingspatronen. Ja. En dat er zeker weer wat strenger opgevoed gaat worden. Mm-hmm. Want ik denk als je daarmee begint, dat je al een heel groot deel van al dat, al die problemen ondervangt. Jongeren en zo. Items aan bod laten komen, zoals graffiti, bellen in de trein of harde muziek op straat. Het is opvallend dat alle respondenten vinden dat normen met respect te maken hebben. Normafwijkend gedrag is asociaal gedrag, zoals spullen slopen, vuilnis op straat gooien en geweld gebruiken. Dit komt veelal onder jongeren voor en gebeurt vaak in combinatie met alcohol of drugs. Iedereen kijkt vanuit zijn of haar invalshoek op normafwijkend gedrag. Een agent zal bijvoorbeeld een andere visie hebben dan een jongerenwerker. Het is opvallend dat alle respondenten vinden dat normen met respect te maken hebben. We zijn een zelfstandig ondernemer met de speelgoedwinkel gaan interviewen. In zijn ogen is er tegenwoordig meer sprake van normafwijkend gedrag onder jongeren. De reden hiervoor is in zijn ogen dat jongeren tegenwoordig meer vrijheid hebben. De opvoeding is van autoritair, met veel regels, naar autoritatief gegaan, met meer vrijheid. Er moet teruggegaan worden naar de basis. De opvoeder bepaalt de norm. Tot de volgende keer bij Jongeren en Zo.